het hoort niet in je op te komen om de beesten van een kinderboerderij nog wel, om dat mee te nemen. Absurd. De vrijwilligers van kinderboerderij Het Langoortje in Medemblik zijn radeloos. Voor de derde keer in korte tijd zijn dieren gestolen. In maart al meerdere cavia's en konijnen. Dit keer raakte deze gans haar partner kwijt en werd opnieuw het hok met cavia's leeggeroofd. De dieven moeten hier de stal zijn binnengekomen, maar dat is eigenlijk onmogelijk. We snappen het ook niet of iemand zich nu laat insluiten op het toilet of op zolder of geen idee. Vakantiehulp en veelvuldig bezoeker Milo baalt ook flink. De cavia's waren juist zijn favoriete dieren. Je kon ze lekker met ze knuffelen? Ja, en aaien en zo. En nu zijn er allemaal geen cavia's meer? Nee, dat is wel ook wel heel jammer, vind ik. En het wordt nog erger als blijkt dat er nu ook al twee dagen wordt vermist. Hoe weten jullie zeker dat ze niet zijn ontsnapt? Nou, het is heel onwaarschijnlijk dat een gans, die laat zijn vrouwtje niet alleen. Die blijven altijd wel bij elkaar. En dat geldt eigenlijk voor onze kwakereenden ook. Er komen nu extra sloten en camera's. En dat kost veel geld. Geld dat ze eigenlijk niet kunnen missen. We willen een hek om de vijver, zodat we volgend jaar de vogels niet meer op hoeven te hokken. Er moet nog een geitentoestel komen. Ja, ook allemaal geld voor nodig. Wat zou je willen zeggen tegen de dieven? Nou, dat het wel hele stomme dieven zijn. En ook zeggen dat ze dat nooit meer moeten doen.